ja, wij zijn er ook gewoon. Het is niet dat we een of ander, ja, dat we bijzonder zijn of iets. Dat, ja, dat het normaal is, zeg maar, dat je ook gewoon op je eigen geslacht kan vallen of zo. Hi, hallo, ik ben Ferry Doedens en vandaag praat ik over mijn karakter Lucas Sanders. Want Lucas was natuurlijk de allereerste in Goede Tijden, Slechte Tijden die het homohuwelijk had en de allereerste homozoen. En dat ga ik in deze special allemaal aan jullie vertellen. Ik was natuurlijk het allereerste homo-karakter in Goede Tijden. Toen kwam Edwin eigenlijk al best wel gauw in beeld. Ja, en dan komt het er natuurlijk wel aan, zeg maar, dat we ook de allereerste keer moeten zoenen. En het mooie eigenlijk wel aan die hele verhalen was, is dat hij uit de kast kwam en Lucas hem daarbij hielp. En ze daar eigenlijk ook af en toe best wel veel botsing hadden. Want het mocht dan niet van Anton, zijn vader, en die had het dan best wel veel problemen ook mee. Ik weet ook nog zo ontzettend goed dat we die allereerste scène draaiden. Ik had een oranje blouse had ik aan. En daarna ging ik hem zoenen in de deurpost bij waar ik woonde. Hey. Sorry voor mijn broer. Het is niet jouw schuld. Nou, ga dan maar. Nu hoor ik jullie al denken, dat weet ik ook nog wel. Nou, het grappige is dat eigenlijk dat ik heel veel mensen dat moment ook nog wel herkennen en weten. De homozoen, de allereerste kus, dat was het eigenlijk meer. En ophef over. Het was in ieder geval wel nieuws. Het was volgens mij zelfs nieuws in het buitenland. En in Duitsland en in België was dat nieuws. Ja, toen we dat gingen draaien, stonden we daar eigenlijk ook niet bij stil. Zeg maar, dat we dachten, oh, we zijn nu iets super bijzonders aan het draaien. En baanbrekend of dat maar. Hoe ik daarop terugkijk, ook heel erg trots. Ja, het was ook nog wel weer een hele heftige verhaal alleen ook. Omdat op een gegeven moment Lucas ook in elkaar is geslagen door de vader van Edwin toen op een gegeven moment. Omdat hij niet, ja, hij kon er niet tegen, zeg maar, dat zijn zoon homoseksueel was. En dat is natuurlijk ook iets wat af en toe nog wel gebeurt ook in het echte leven. Dus we proberen dat allemaal zo goed mogelijk, zeg maar, te vertellen in de hele verhaallijn. En dat was ook wel heel erg interessant. En ja, daar zijn toen heel erg veel reacties op gekomen. En dat, ik sprak laatst ook nog een jongen, die was ongeveer 22, 23 jaar. En die is dus ook met Lucas opgegroeid. En die was dan zelf ook homo. En hij zei van, ja, jij was de allereerste homo eigenlijk op tv. Dus, en dat was, ja, daar kon hij zich dan een beetje tegen opkijken. Ja, omdat hij dan gelijk was of zo. Ik vond het wel iets heel bijzonders. Daar ben je dan zelf helemaal niet mee bezig op het moment. Maar je bent toch een voorbeeld voor heel veel jongens. Of meiden. Allebei. Het allereerste homohuwelijk in Goede Tijden. Ja. Lucas Sanders. Verklaart u aan te nemen tot uw wettige echtgenoot, Menno Kuiper. En belooft u getrouw alle plichten te zullen vervullen die de wet aan de huwelijkse staat verbindt. Wat is daarop uw antwoord? Ja, heel graag. Ja, het grappige is dat ik het hele gevoel ook weer terugkrijg toen. Het is heel erg lang geleden dat ik dat heb gezien. Ook natuurlijk omdat het, omdat Dave niet meer onder ons is of zo. Ik vind het toch dan gek om te zien voor zo'n langere tijd. Nee, ik denk natuurlijk dat het heel erg belangrijk is ook dat we dit laten zien op dit moment, zeg maar. En dat het ook eigenlijk gewoon heel erg normaal is. En dat je gewoon mag zijn wie je wilt zijn. En dat het er gewoon, ja, wij zijn er ook gewoon. Het is niet dat we een of ander, dat we bijzonder zijn of iets. Dat het normaal is, zeg maar, dat je ook gewoon op je eigen geslacht kan vallen of zo. Ik geef je deze ring als symbool en teken van mijn liefde. En trouw voor jou. Ja, eigenlijk zijn de makers van Goede Tijden al best wel, bijna 15 jaar, 16 jaar bezig wel met homoseksualiteit ook natuurlijk. Dus ze hebben het bij Lucas laten zien, bij Pip, bij Wiet op een gegeven moment. Die werd ook verliefd op een meisje. Barbara Sloessen, die speelde Anna. Wat goed dat ik dat allemaal nog weet trouwens. Voor de rest ken ik alle karakters uit mijn hoofd. En natuurlijk nu ook met Sophie, met Merel. Die verliefd werd op een meisje. Maar als je af en toe eens een verhaallijn hebt waar je verliefd wordt op hetzelfde geslacht, dat je in de war bent van, hè,
ik viel eerst op jongens, maar ik ben helemaal in de war, want dat gebeurt natuurlijk ook nog wel eens. Dan vind ik dat alleen maar goed. En ik vind eigenlijk ook gewoon dat ze Lucas terug moeten halen. Dat is toch hartstikke gezellig. Wat ik misschien nog wel erg interessant zou vinden, is gewoon om daar of een transgender bijvoorbeeld in goede tijden te laten spelen. Dat zou ik wel heel erg tof vinden, zeg maar. Je had natuurlijk vroeger in de beginjaren van Goede Tijden had je natuurlijk, ik weet niet of jullie dat nog weten, de jongere kijkers, maar de oudere kijkers, zeker van Goede Tijden, bestaan natuurlijk al meer dan 30 jaar. Had je natuurlijk Meta. Hallo, ik ben Meta, ik ben een man. Maar ik denk dat als we dat, we kunnen dat opnieuw gaan vertellen. Of we, ik speel hier dan niet meer in, maar in ieder geval, dat zou opnieuw verteld kunnen worden, denk ik wel. Ik denk waar misschien nog wel meer aandacht aan zou kunnen worden gegeven, is bijvoorbeeld non-binaire types. Of dat je je voornaam zou mogen veranderen, of liever wil aangesproken worden als... Ik moet zeggen dat ik daar af en toe zelf nog persoonlijk best wel lastig vind. Moet ik hem aanspreken met jongen of meisje, of hen of hun, of... Want Goede Tijden trekt natuurlijk in een enorm groot publiek. Als we dat laten zien, dan weten de mensen ook misschien hoe ze daar tegenwoordig die mensen moeten benaderen, zeg maar. Of wat ze moeten zeggen. Ik zou daar heel erg van kunnen leren in ieder geval.